Wij willen u graag iets uitleggen over het belang van de inname van de medicatie. Een transplantatie is noodzakelijk wanneer je eigen orgaan niet meer functioneert. Het afweersysteem beschermt je lichaam tegen verschillende ziekteverwekkers zoals bacteriën, virussen en ook kankercellen. Een donororgaan heeft andere kenmerken dan je eigen lichaam en de cellen van het afweersysteem herkennen het donororgaan als iets lichaamsvreemd. En zonder het gebruik van medicijnen zal het immuunsysteem wat aanvallen. En dit is een proces wat we afstoting noemen en dat is in zekere zin een normale reactie van een gezond lichaam. Maar in het geval van orgaantransplantatie is dit natuurlijk iets wat we niet willen, omdat door de afstotingsreactie het orgaan kapot gaat. En daarom is het van groot belang dat u zogenaamde afweeronderdrukkende medicijnen of wel immunosuppressiva gebruikt om een afstoting tegen te gaan. En door deze medicatie zorgen we ervoor dat u je zo lang mogelijk kan genieten van je transplantatie. Om de afweer te onderdrukken is het van belang om deze medicatie nauwkeurig in te nemen. Dus om de 12 uur of in sommige gevallen om de 24 uur. Zo voorkom je dat je lichaam de kans krijgt om het orgaan af te stoten. Let wel, ook al neem je je medicijnen heel nauwkeurig, het kan voorkomen dat je orgaan toch afstoot. Het enige wat je zelf kan doen is je best doen om zorgvuldig te zijn met het innemen van medicijnen. Nu je begrijpt waarom het belangrijk is om deze medicijnen goed in te nemen, willen we ook weten hoe getransplanteerden dit doen. Ook als dit lastig is, wat overigens heel normaal en menselijk is, willen we je hierbij helpen. Wij zullen je regelmatig vragen via een vragenlijst of je je medicatie goed hebt ingenomen en op het juiste tijdstip. Dit doen wij om diegenen die er moeite mee hebben te herkennen en extra te kunnen ondersteunen. Nu u weet dat deze medicatie noodzakelijk is, komen we bij een lastig onderwerp, namelijk bijwerking. Helaas hebben bijna alle medicijnen bijwerkingen en zo ook immunosuppressiva. Zonder deze medicatie zal je immuunsysteem het orgaan afstoten en u hebt dus in zekere zin geen keus anders dan deze geneesmiddelen te nemen. Een belangrijk probleem door anti-afstotingsmedicijnen of immunosuppressiva is dat je kwetsbaarder wordt voor infecties. En de kans dat u dus ernstig ziek wordt van bacteriën of virussen is vergroot. Het tweede probleem is dat door het gebruik van deze geneesmiddelen u ook gevoeliger wordt voor het ontstaan van kanker. En met name het ontstaan van huidkanker is helaas een probleem wat we vaak zien na transplantatie. Ja, maar voorbeelden van bijwerkingen kunnen ook zijn bijvoorbeeld beven, trillen van de handen, haaruitval of juist overbeharing, bloedarmoede of buikklachten. Ja, dat klopt. De geneesmiddelen hebben veel verschillende bijwerkingen en daar kunnen we gelukkig, en dat is dan het goede nieuws, vaak wel wat aan doen. Het is belangrijk dat als u bijwerkingen ervaart, dat je dat dan bespreekt met je zorgverlener. We hebben verschillende geneesmiddelen en door verschillende geneesmiddelen te combineren en met de doseringen te variëren, kunnen we vaak de bijwerkingen verminderen en soms zelfs laten verdwijnen. En gelukkig verdraagt het grootste gedeelte van de getransplanteerde patiënten de medicatie goed. Ervaar je nou bijwerkingen? Praat hierover. Stop nooit zonder overleg zomaar je medicijnen. En wij willen je helpen om zo lang mogelijk van je orgaan te kunnen genieten.